Dag dames en heren, van harte welkom bij Alibaba. Vandaag heb ik een acrobaat danser te gast en zijn naam is Rachid Boularir en hij werkt voor Circus Zonder Handen. Ja, dag, hallo. Rachid, welkom en bedankt om hier te zijn vandaag. Dank u. Vertel eens, wat is eigenlijk Circus Zonder Handen? Dus Circus Zonder Handen is een circusschool hier in Brussel, die zich plaatsvindt in Molenbeek. Het is eigenlijk een speciale circusschool, omdat het eigenlijk heel laagdrempelig is. Mm-hmm. Dus voor mensen die minder geld hebben of niet. Dus eigenlijk, mm-hmm. Dat is eigenlijk voor iedereen is welkom. Het heeft proberen. Een inclusief beleid eigenlijk. Ja, voilà. Ja. Tweede ding speciaal is ook dat we eigenlijk urban lessen geven. Urban lessen, dat is dus tricking en parkour en ropeskipping. Dat zijn eigenlijk disciplines die niet veel voorkomen in circusscholen. Mm-hmm. Dus voilà. En eigenlijk, ik dacht dat jullie toch ook nog andere plaatsen hadden hier in Brussel. In totaal 9 scholen, klopt dat? Maar de hoofdzetel is in Molenbeek. Voilà, de hoofd... Building is in Molenbeek. Heel veel lessen zijn daar eigenlijk gegeven. Maar we hebben ook andere locaties, zoals in Schaarbeek. We hebben in Etterbeek, Sint-Gilis. En eigenlijk een beetje overal in Brussel. Ja. Dus we zijn eigenlijk in heel Brussel. Voilà. En altijd in bepaalde wijken... Waar dat een inclusief beleid wat meer nodig is in armere wijken van Brussel? We proberen zoveel mogelijk in armere wijken te gaan, maar we hebben ook zo bijvoorbeeld in Etterbeek is een minder arme wijk dan andere, maar we zijn ook daar. Daarom is het eigenlijk, zoals ik zei, dat is eigenlijk voor iedereen dat je arm bent of rijk, heeft dat geen belang. Iedereen is gewoon welkom. Ja. Dus voilà. En van welke prijs tot welke prijs gaat het dan eigenlijk, bijvoorbeeld? De prijzen, dat hangt er vanaf hoeveel eigenlijk je per jaar verdient. Ja. Dus als je bijvoorbeeld omnio bent, dan gaat je veel minder betalen dan iemand die bijvoorbeeld meer dan de 40.000 euro per jaar verdient. Dus het hangt er echt vanaf. We proberen eigenlijk zo eigenlijk iedereen de kans geven, zonder dat we eigenlijk... niks verkrijgen. Oké. Zeg, en welke lessen jullie organiseren? Wekelijkse lessen? Ja, er zijn wekelijkse lessen en we worden ook vaak gebeld om workshops of initiaties te geven, een beetje overal in Brussel of buiten Brussel zelfs. En die wekelijkse lessen, wat geven jullie wekelijks eigenlijk? Wekelijks geven we dus multicircus lessen. Het zijn eigenlijk lessen waar je eigenlijk heel... wat circusdisciplines leert, zoals jongleren, trapeze, luchtacro, grondacro. Dus eigenlijk probeert je alles te doen. En is dat niet gevaarlijk, zo trapeze en zo? Dat is altijd goed beveiligd eigenlijk. Okay. Er zijn altijd matten. Okay. Dat is de eerste. Maar anders heb je altijd de lesgever die erbij is en die heel goed weet wat hij moet doen. Andere lessen, zo hebben we, dus een keer dat je multicircus hebt gedaan, kun je daarna naar luchtacro, hoe zeggen we dat? Mast en bascule, dus dat is zo die bascule, dat je eigenlijk één iemand springt en daarna de andere gaat. En hoger. En daarna doen ze zo flips en zo, dat is zo, wauw. Daarna is er ook urban acro, dan eigenlijk, wacht hè. Ja, urban acro, jongleren, daarna specialisatie jongleren. En die acrobatie, vanaf welke leeftijd is dat? Eigenlijk, dus de multicircus is vanaf 6 jaar, vanaf 6 jaar of... Ja, 6 jaar. Ervoor is er ook lessen vanaf 4 jaar, maar dan zijn het lessen met hun ouders, dus kinderen met hun ouders. Okay. Dus en beide... Allez, ze leren beide zo'n multicircus dingens. Ah, banding met de ouders circus. Dus dat is echt cool. En daarna vanaf 12 jaar, 10 à 12 jaar, kunnen ze zich een beetje meer specialiseren in enkele dingens. Dus, voilà. En jullie organiseren dan ook workshops?
Ja, dus workshops organiseren we ofwel, ofwel in evenementen zelf. Ja. Dus evenementen gaan ons contacteren en ze willen bijvoorbeeld een workshop van tricking of een workshop van jongleren. En daarna gaan we iemand van onze lesgevers bellen om te zeggen, ja, zijn je vrij voor een workshop? Ja, en daarna gaat hij de workshop geven. Okay. Dus voilà. En er zijn ook vakantiekampen of zo? Of, elke vakantie doen we zo... Het is in de Vierwindenschool. Zijn er 6 weken, als ik me niet vergis, waar er eigenlijk kampen zijn. En ieder van... Ja, het is van 6 tot 16, denk ik. Okay. Of 4 tot 16 jaar. En iedereen is welkom. En het is bijna heel de vakantie. Dus, voilà. Oké. Okay. En voor de wekelijkse lessen, dat is ook tot 16 of tot welke leeftijd? Eigenlijk, het is tot... Enfin, iedereen mag komen, maar vanaf een bepaalde leeftijd moet je zo ongeveer een bepaald niveau hebben. Maar er zijn ook bijvoorbeeld, er is multicircus volwassenen. Oh ja. Dus volwassenen kunnen ook multicircus volgen. Maar zij moeten al een bepaald niveau hebben? Nee, of deze dat is niet. Toch ook vanaf deze. Nul? Deze is vanaf nul. Maar bijvoorbeeld... de meeste gevorderde leerlingen zijn een beetje ouder, dus die zijn vanaf 14 en plus, en zij gaan naar specialisatielessen. En bijvoorbeeld, er is een specialisatieles tricking, specialisatieles jongleren, en dan, deze is meer qua niveau en motivatie. Mm-hmm. Dus er zijn mensen die misschien het niveau niet hebben, maar een heel grote motivatie hebben. Dus ze gaan heel snel die niveau bereiken. Ja. Dus dan, maar dat moeten wij een beetje inschatten enzovoort. En met hen praten. Ja, oké, je moet je best doen en zo. Zo'n dingen. Fijn. Ja. En de leerlingen krijgen die dan jaarlijks een spektakel of zo? Ja, elke jaar doen we de circusdagen. Het zijn 4 dagen. Donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag. Ja, 4 dagen. Waar er elke les dat we geven, eigenlijk een show maakt voor de ouders en voor zichzelf eigenlijk ook. En het is, we doen dat elke keer in de Bronx, dat is zo in Sint-Katelijn. Ja. Voilà. En de eerste dag, dus de donderdag, is de benefietavond. En dat is een belangrijke dag, omdat we eigenlijk ook professionele artiesten uitnodigen. En zij doen zo die show voor ons ook, voor een goede prijs. Fijn. Dus, voilà. Okay. En jij bent lesgever, acrobaat en danslesgever? Ja. Dus eigenlijk, ik ben apart van circus, ik ben danser en tricker. Ja. Tricking is een acrobatiediscipline. Daarvan apart ben ik al danser acrobaat en ik ben bij circus terechtgekomen. En maar vertel een keer eens in een tricking, wat is dat juist? Ja, dus tricking is eigenlijk een mengeling van martial arts, dus karate, capoeira, taekwondo enzovoort, gemengd met turnen, met acrobatieën, dus salto's en zo. Ja. Dus meestal zie je veel trickers in films zoals de Marvel films, zoals Avengers, Spider-Man en zo. En zij doen de stunt. Dus als bijvoorbeeld als je zo een heel acrobatische kick ziet, dat is meestal een tricker die dat heeft gedaan. En je kan dat, zo'n acrobatische... Ja. Ja, dus ça va. Dat is trainen eigenlijk. Okay. Iedereen kan dat leren. Dat is gewoon trainen. Dat is echt erin zetten. Dus voilà. Oké, dus de Spider-Man in Brussel rond. Yes. En daarnaast is dat acrobatie. En dan welke cursussen geef je zelf eigenlijk? Ik geef eigenlijk 2 lessen dit jaar. Ik geef een les in Sint-Gilis, dus dat is urban acro. Ik geef eigenlijk de basis van parcours en van tricking. En wat is dat urban acro? Dus dat is eigenlijk de mengeling van de twee. We hebben dat urban acro genoemd, omdat het eigenlijk een beetje... mooi is. Dus dat is eigenlijk een mengeling van tricking. Dus ik geef al de basis van tricking en al de basis die ik ken van parcours. Ik heb enkele basis en als ik dat echt niet kan, heb ik een collega die gaat mij dat leren. En daarna ga ik dat terug leren als ze echt een goede niveau hebben. Dus er is altijd een mogelijkheid. Ik geef dit in Sint-Gilis elke zaterdag van
half 11 tot half 1. Ik geef ook de open trainings van Circus Onder Handen. Dus dat is elke vrijdag van 20 uur tot 22 uur. Dus iedereen eigenlijk vanaf 15 jaar, 15, 16 jaar, is welkom om te komen trainen. En dat is eigenlijk gewoon een open training. Je mocht komen en trainen wat je wilt trainen. Als je daar wilt komen en dansen, dan mocht je dansen. Maar voilà. Dus iedereen mag doen wat hij wilt. En, en ik ben met mijn collega Nabil en vaak Ward of andere collega's. Wij zorgen ervoor dat alles goed verloopt. En als mensen zo enkele vragen hebben, bijvoorbeeld bij mij voor tricking, ja, bij iemand anders voor jongleren, wij geven gewoon zo kleine zo initiaties of wij helpen hem voor een move, zo. Maar het bedoeling is ook dat iedereen elkaar helpt. Ja. Dus bijvoorbeeld, ik weet niet hoe we deze move doen, maar ik weet dat zij of hij dat kan doen. Dus ik ga bij hem en ik zeg, ja, kunt jij hem tonen alsjeblieft, omdat hij dat wilt graag leren enzovoort. Dus eigenlijk, dat is zo een soort les, dat is een exchange les. Dus echt, iedereen geeft eigenlijk zijn input erin en wij zijn gewoon daar om te zien dat alles goed verloopt, dat er geen ruzie is. maar wij geven soms geef ik zo gewoon initiatie van tricking aan de mensen die dat willen doen. En voilà, zo'n ding is. Dus dat zijn eigenlijk de twee lessen dat ik geef. En voilà. Oké. Hoe ben je daar terechtgekomen eigenlijk? Bij Circus Onder Handen. Gewoon in het algemeen ook bij Circus Onder Handen, maar ook hoe ben je er eigenlijk mee begonnen? Dat is heel gemakkelijk. Dat is gewoon, vrienden. Namen gewoon lessen van zo airtrack, zo met salto's en zo. Ja. En een van mijn vrienden zei tegen mij, ja, wilt je komen trainen? Ik zei, ja, waarom niet? En wat was je toen? Hoe oud? Ik was 19 of 20. Ah, oké. Ja, ik ben heel laat. Ik ben heel laat begonnen. Dus hij heeft mij gewoon uitgenodigd. Ik ben naar daar gegaan. En ik heb gewoon, voilà. Het was leuk. En ik ben terechtgekomen. Okay. En daarna ben ik begonnen dansen. Zelfde soort aanpak, ga ik zeggen. En enkele jaren later hebben Circus Onder Handen mijn groep, Ronin, gebeld om een show te doen. En daarna heb ik zo die connectie gehad. Maar ik had al connectie, omdat een van mijn vrienden daar werkte. Maar voilà. Okay, die echte connectie werd gegaan bij die show. Yeah. En voilà. Dus okay, super, tof. Ja, dat is cool. En is er binnenkort een bepaald project of zo bij jullie waarover je graag nog zou spreken? Nu zijn onze lessen juist begonnen, omdat wij beginnen elke keer zo rond 20 september. Mm-hmm. Dus nu, dat is de tweede week, denk ik, dat de lessen zijn begonnen. Dus er is geen echte project dat nog bezig is. Maar we gaan binnenkort, omdat we heel veel bezig waren met de opstart van het jaar. Binnenkort gaan we over de projecten van het jaar bespreken. Maar nu direct is er niet zo iets dat we doen. En jullie bestaan hoeveel jaren eigenlijk? Nu is het de 16e jaar. Oh, nog geen 16 jaar? Ja. Oké. Okay. Ja, 16 jaar. Ja. Vorig jaar was het 15, dus 16. Voilà. Oh, dus, okay. Ja. En hoeveel jaar ben je bij nu? 1 jaar. Ja, een beetje meer dan 1 jaar. Augustus was mijn mijn verjaardag eigenlijk, bij Circus Onder Handen. Okay. Dus ja, augustus. Dus nu 1 jaar en 2 maanden bijna. Oké. Dan gaan we nu overgaan op de vraag van Ali Blabla. Je hebt een vliegend tapijt. Je zit erop. Waar vlieg je heen? Naar waar vlieg ik heen? Wauw. Dat is moeilijk. Ik ben iemand die geïnteresseerd in veel dingen. Echt heel veel dingen. Voor mij kan ik van alles en van iedereen leren. Dus als ik nu een vliegend tapijt... Ik zou naar Japan gaan, denk ik. Voilà. Omdat ik daar veel... Allee, ik hou van de Japanse cultuur. Ik ben ook een fan van zo die manga's, anime's en zo. Dus ik ben een heel veel fan. En ook van gewoon de Japanse cultuur, hun discipline,
alles wat bij Japan is voor mij is gewoon wauw. Dus ja, Japan. Misschien ook lekker eten. Alsjeblieft. Ja, holala. Voilà, ja. Ik ben al naar Japan geweest. Hè. Okay, ik ben al naar Japan geweest 10 dagen, maar ik wil wel daar gaan en langer blijven. Oké. Okay, 10 dagen is niet genoeg. Voilà. Dat is goed. Stuur ons dan een paar foto's. Hè. Ja, tuurlijk, tuurlijk. Oké. Wel, ik ga je bedanken voor het interview. Bedankt voor het interview, ja. Dank je. Zo, wel, dames en heren, dus als jullie willen wandelen met jullie kind, een kind van 4 tot 6, kunnen jullie daar samen circusoefeningen mee gaan doen. En grotere kinderen kunnen natuurlijk ook altijd tal van acrobatie leren bij circus zonder handen. Ik wens jullie een aangename dag of avond toe. En bedankt om te kijken. Tot binnenkort. Dag.